Minder steen en meer groen in voor- en achtertuinen. Dat is een van de dingen die we met z'n allen kunnen doen om wateroverlast tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen. Door het veranderende klimaat is die wateroverlast de laatste jaren sterk toegenomen. Zag ook verzekeringsmaatschappij Klaverblad. Zij kwamen daarom met het initiatief een van Nederlands steenstraten te vergroenen. We hebben de Maak Plaats voor Groen campagne en daarmee willen we mensen stimuleren meer tegels in hun tuin te vervangen door groen. Samen met operatie Steenbreek, gemeente Zevenaar, zetten we een eerste stap hier in de Steenstraat in Spijk. We realiseren ons dat we het wateroverlastprobleem hiermee niet oplossen, maar alle beetjes helpen. En we hopen uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer groen in de tuin te nemen en zo het wateroverlast en de schade te voorkomen. In een betegelde tuin spoelt 85% van het water direct het riool in. Groene tuinen zorgen ervoor dat het hemelwater in de bodem opgenomen wordt. Dat is goed voor het milieu en zorgt dus voor een betere afwatering. Wethouder Hans Winters van de gemeente is dan ook maar wat blij met het initiatief van Klaverblad. Ik vind het geweldig. Wat hier gebeurt is wat wij eigenlijk ook willen. Gemeente Zevenaar wil biodiversiteit, hittebestendig zijn en waterveilig. En dat betekent dat wij proberen mensen bewust te maken van, ja, wat kunt u zelf nog doen? Het allerbelangrijkste is dat die stenen uit die voortuinen gaan. Er zijn in de loop der jaren allerlei voortuinen maar zwaar versteend. En dat is gewoon heel slecht. De Steenstraat in Spijk in de gemeente Zevenaar kan nog wel wat groene tuinen gebruiken en gaat er vanaf vandaag mee aan de slag. Er zijn nog heel veel stukjes waarvan wij zeggen dat kan beter, mooier en ook effectiever. Dus de plannen genoeg. Ja, wij vinden het een hele goede actie. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de leefbaarheid. En dit voor een klein dorpje waar de Rijn ons land binnenkomt met water, is dit natuurlijk een perfecte actie. Met het weghalen van de steen en het terugplaatsen van groen in de Steenstraat is er weer een stap gezet richting minder wateroverlast. En het ziet er ook nog een beetje vrolijker uit.